De Kati is de naam van het nieuwe kantoor dat Ruben Del Prado zal openen. Hij heeft na 20 jaar werken voor de Verenigde Naties in het buitenland besloten terug te keren naar Suriname om te werken voor zijn mensen. Del Prado zegt van zichzelf dat hij moed heeft en best vrijpostig is. Hij heeft dus De Kati. We gaan een kantoortje openen, De Kati International, dat diensten aanbiedt aan mensen die een beetje een steuntje in de rug nodig hebben, een beetje De Kati nodig hebben. We gaan het ze niet geven. We gaan ze herinneren dat ze zelf De Kati hebben. Want ik denk dat het erg moeilijk is om mensen dingen te geven. In Suriname, jammer vindt, zijn mensen steeds afhankelijker van anderen. Surinamers moeten beseffen hoeveel we zelf kunnen en zelf hebben. Dus wij zijn er voor dat duwtje in de rug. Maar hoe zullen mensen eigenlijk dat steuntje in de rug krijgen? Praten en luisteren, vooral luisteren. We hebben, je weet, ik ben arts, maar ik heb geen traditionele kliniek. Ik hoop dat je komt de volgende week vrijdag. Dan ga je zien, we hebben een kantoor, geen bureau. En we hebben buiten een vijver met goudvissen en een mooi dingetje, parasol. En je kan komen, je kan iets komen drinken met ons en zitten. En dan ga ik luisteren. Luisteren en je herinneren aan de goede dingen in je leven. Weet je, er zijn zoveel mensen die ontevreden zijn. Er zijn zoveel mensen die moe zijn. Zoveel mensen die hulp nodig hebben. En dan herinner ik ze. Ik denk dat een van mijn belangrijkste taken is mensen herinneren van hoe het was. Zelf. En dan ze terugbrengen naar de tijd dat je zelf dingen voor jezelf kon doen. Dat is die De Kati. De Kati hebben om te durven. Ruben Del Prado die aangeeft dit niet-traditioneel kantoor te openen om mensen een duwtje in de rug te geven. De Kati International NV wordt vrijdag aanstaande officieel geopend aan de Peter Bruneslaan.